Oké, als het goed is, ben ik live. Ik weet het nog niet. Ik heb nog geen idee, want ik zie nog geen reacties van jullie. Dus heel even wachten. Want anders ga ik nu allemaal praten. En dan heb ik geen idee of er mensen zijn. Even kijken. Ja! Nou, mensen hebben gereageerd. Yay! Zijn we live? Laat even weten, want dan weet ik of ik kan beginnen. Dus zeg even ja als ik live ben, want ik weet het niet. Ik wacht nog heel even. Ja, ik zie een ja voorbij komen. Oké, hoi ma. Leuk zijn in een nieuwe live uitzending. Ik ga een beetje de camera zo doen. Vandaag ben ik weer zo stable live. En gisteren ben ik natuurlijk ook wel live geweest. En vandaag weer. Ja. Vakantie, hè? Ja, dan heb je niks te doen. Ik ben heel even weg geweest uit dat bootding waar ik dus net zat. Want in de vorige live, als jullie nog niet hebben gekeken, dan heb je dat kunnen zien. Ik ben er even weggegaan, omdat anders jullie niet naar me toe kunnen komen. Ik zit bij Vissersdorp Westkaap, waar ik gisteren ook ben geëindigd. Dit is natuurlijk mijn nieuwe pony. Ik zit even te kijken welke server. Server Magnolia Island. Mijn vaste server, daar zit ik altijd op. Want anders gaat het natuurlijk weer per stage weer naar beneden. Daar heb ik geen zin in. Leuk paardig vrouwtje. Dankjewel. Opa. Ik heb alleen geen idee waar ik heen moet. Dus ik ga heel even kijken. Waar ik heen moet. Ik moet hier naartoe. Je bent een beetje onscherp en wazig. Je kan in de rechtsbovenin of linksbovenin. Kan je dat aanpassen met de drie puntjes. En dan kan je je scherpte zo aanpassen. Verlaat door Cor, ga Linda in de bibliotheek zo snel als het kan. Waar was dat ook alweer? Ik weet dat nooit, joh. Oeps. Ik heb ook een stokpaard. Yeah, gezellig, leuk. Kijk, ik vind dit galopje echt geweldig. Maar oké, niet belangrijk. Landhuis Surfplate, thanks! Ik vergeet dat altijd. Ik ga gewoon nu even naar Moorland. Want ik heb geen zin om nu helemaal naar die paardattractie op te zoeken. Dus ik ga gewoon lekker naar Moorland toe. Even kijken. Ik ga wel even gelijk omwisselen van mijn andere pony. En nou ja, eigenlijk nee. Maar behalve als ik wedstrijden ga rijden, ga ik even op die andere rijden. Want op die andere, daar ben ik, jawel, ik ga wel even omwisselen. Misschien dat ik nog omwissel van deze lijf. Maar met mijn andere pony, daar ben ik bijna level 15 mee. En ik wil die heel erg graag level 15 hebben. Dus ik ga even snel omwisselen, zodat ik daarmee level 15 ben. Dus ik kom heel erg snel weer naar buiten. Dan moet ik alleen dit setje even weer meepakken. En want ik vind het setje. Oh, mijn tas is vol. Oké, dan doen we gewoon even zo. En doen we eventjes dit minder mooie setje erop. Maar dat maakt dan eventjes niet uit. Kijk, in principe het kan wel, maar ik ben er niet echt heel erg fan van. Dat was nou net niet de bedoeling. Ik vind hem niet echt zo mooi. Maar het kan in principe wel, dus. Maar valt een beetje weg. Hoe benieuwd het spel. Het spel heet Star Stable Online inderdaad. En dan dit mooie setje. Ja, hartstikke aardig. Doe me niet. Ik wil dit beestje er eigenlijk wel in. Kan dat? Oké, hij is een beetje kaal, maar ik vind hem wel prima eigenlijk. Prima. Ik ga zo bowlen. Leuk. Veel plezier. Ik ga nu naar Landhuis Silverglade. Maar kijk, ik heb dit paard echt bijna level 15. Maar er zit toch ook ergens in een wedstrijd. Even zoeken, even kijken. Er zit ook ergens een wedstrijd. En dan verdien je 500 XP voor je paard. Maar waar was dat ook alweer? Leuk paard, hoeveel starters heb je eigenlijk? Te veel. Ik koop eigenlijk mijn paarden. En dat is, ja. Ik koop echt. Ik heb wel een paar paarden echt denken van, waarom heb ik dit gekocht? Maar maakt niet uit. Weet je, als ik nooit meer een paard te trainen heb, en dat zal wel niet, dan ga ik aan dat paard beginnen. Ooit aan dat paard. Welk server zit je? Ik zit op Magnolia Island. Hoi. Oké, we zijn bij Linda. Hoi, ja, ik zie er heel bezorgd uit. Mijn tand viel eruit. Jeetje. Bij mij hoeven er geen tanden meer. Waar is zij nou opeens heen? Zij is opeens vloep weg verdwenen.
Landhuis Supercape, ik moet gewoon erbij te denken. Wat een surfer. Mijn surfer is Magnolia Island, zoals altijd. Dan moet ik hier ergens naar buiten, denk. Waar de is zij gebleven? Is nou gewoon weg? Nou, maakt niet uit. Ik ga hem even zoeken. Nee, toch is het er niet weg. Dat kan niet. Dat geloof ik niet. No, no, no. Waar is zij heen? Zij is opeens vloep verdwenen. Nee, ik hoefde niet in een taxi. Wacht. Lisa landt in Surferkleed. Ja, daar ben ik toch. Maar waar zit zij dan? Ik zie haar niet. Het is weg. Denk ik. Verdwenen. Waar is zij? Waar staat überhaupt Lisa? Oh, Lisa. Oh, het is een missie die ik morgen pas kan doen. Oké, duidelijk, duidelijk. Dan ga ik. Heb je hier een wedstrijd? Nee, hè? Kan iemand even zeggen... kan iemand eigenlijk even zeggen waar die wedstrijd is waar je 500 van die XP coins kan halen? Ik weet dat niet meer. Misschien kan ik het hier even zoeken. Hier? Nee, dat is hem ook niet. Zo snel je kan. Nee. Ik weet niet zo goed waar die is. Het Holle Bos ook niet. Jarlheim? Het kan Jarlheim zijn, maar ik weet het niet. Hoe heb je eigenlijk starcoins? Die heb ik door de... Omdat ik... ik heb één keer toen voor mijn verjaardag... Toen heb ik 10.000 starcoins gekregen. En daar heb ik er nog steeds heel veel van. Maar die zie je waarschijnlijk zie je, als je een beetje oplet. Ik ga hem niet nu gelijk openen. Maar ik heb hem niet nodig. Als ik dan zo meteen ergens in mijn tas kijk of zo, dan zie je hoeveel starcoins ik heb. In het Winterdorp zijn wedstrijden van 300 XP. Dan ga ik even wel naar het Winterdorp. Oh, ik zag daar ook hier zo'n sneetjes van staan. Ik ga wel even daar naartoe dan. Ga je de IJslander kopen? Die heb ik gisteren gekocht. Gisteren heb ik de IJslander gekocht. Hoeveel heb je nog dan? Ja, echt heel veel. Omdat ik ook nog Star Rider ben. En dan krijg je iedere zaterdag 100 starcoins. Dus ik heb er best wel veel. Maar dat is niet voor nu belangrijk. En... ja. Nou, maakt het niet uit. Even kijken. Staat er nu wel zo'n pijltje? Nee, er staat nu wel hier een mannetje. Dan gaan we deze mannetje maar even lezen. Oh, hij gaat mijn rondleiding. Nou, weet je, dan geven we die rondleiding wel. Misschien vind ik dan wel die races. Het kon zijn dat ik misschien gisteren nog niet kon dat ik die rondleiding niet had gedaan. Dat kan, dat kan. Dus dan ga ik die rondleiding maar gewoon even volgen, joh. Krijg ik gelijk in één keer in het dorp. Leuk. Hoezo krijg, heb ik daar nog een pakketje staan? Ik heb gisteren al die pakketjes opgemaakt. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien moet ik... Heb je ook nog opnieuw dan? Nee, toch? Paard met paard rijden. Welke manege? Ik zit even te kijken. Hier zit ook nog ergens zo'n bolletje. Nou, ik skip hem wel even. Ik ga wel eerst even hierheen. Kapoem, wat kan je hier doen dan? Geloof me maar. Ik wil het even kijken welke ze hebben. Of wat is dit dan? Wat is dit dan voor een rare vogel? Oh, die draagt best wel cool uit. Maar wat is het voor een rare vogel dan? Heb ik hem nou gekocht? Oh nee, ik schrok al. Jeetje. Wat is dit? Is dit voor kleine dwerg? Oh nee, dit vind ik wel lelijk. Kijk nou hoe cool deze vogel. Ja, zie je, dacht ik al. Ik ga zo die rondleiding doen. Kijk hoe cool deze vogel met die ogen. Nou, hier zit ik nog even over te twijfelen. Misschien dat ik die ga kopen. Ik weet het nog niet. Maar kijk, gisteren heb ik... Wat zijn dit dan voor paarden? Wat zijn dit dan? Wat is een bijzondere galop? Speciale gang, wat is dit? Nou, die kan je overal halen, toch? Niet per se echt mijn favoriet. Ja, ik ga er niet aan meedoen. Ik doe niet zo heel vaak mee aan gyms. Maar kijk, ik heb dus gisteren heb ik dit paardje gekocht. Ja, zo leuk, cute. Aan het begin van de live heb ik reken nog op. Alleen ik heb even omgewisseld. Want ik ben met deze heb ik bijna level 15. Dus dan vind ik het handig als ik deze gewoon eerst even uitspeel. En dat ik daarna naar die ga. Luister. Veel deel is een race. Ja, dat weet ik. Maar ik ga er niet naartoe. Ik blijf lekker in Winterdorp. En daar ben ik. Gaat het passen? Oh my god, het past. Hier zijn er twee, dat is snel gedaan. Ik ga het ook niet eens lezen, want als je het wil zien, dan zoek je het wel. Dus ik ga het ook niet lezen ook. Niet zoveel zin in. Nog één.
Waarom zoveel, joh? Waarom moet ik heel die rondleiding volgen? Wat maakt mij dat nou weer uit? Maar voorweg is het Amigo en Radica. Ja, dat zijn mijn favorietjes. Ik moet trouwens echt mijn kast even, mijn zadeltas weer opruimen. Misschien dat ik dat deze lijf ga doen, maar dat denk ik niet. Waar moet ik heen? Ik kan hier toch niet in? Ik weet het niet. Waar is veel lul? Geen idee. Gewoon, heb je paardentaxi? Dan zou ik gewoon veel deel gaan, toch? Of kan dat niet? Jawel, vast wel. Bij het bos. Ja, maar je hebt overal bossen. Ik zit nu ook bij een bos. Dus dat is niet helemaal... Oké. Je kan hier een foto maken. Dat wil ik wel eventjes. Foto maken. Ga naar de fotomodus en deel dan een foto met vrienden. Dat gaan we even proberen. Kaboom. Waarom zie ik het niet? Wat is er weer? Misschien moet ik erop gaan staan. Dat helpt misschien. Stop dan, paard. Oh. Cool? Waarom doet hij dat niet? Ja, dan krijg je dit soort achterlijke filters. Nee, daar heb ik niks aan. Nou. Hoi. Ik kan niet naar veel deel. Oh, dat is een beetje balen. Een ster, dat komt alles goed van pas. Volgens mij moet ik er nog eentje, toch? Of heb ik ze nog niet? Ja, kijk, ik moet er nog één. Moet ik alleen de andere kant op. Gaan we eventjes de andere kant op. Waarom ga ik hier door dit bosje heen? Waarom doe ik zo? Ah, boom. Zo. Je bent lief, dankjewel. Je maakt echt de allerleukste video's. Thanks. Even kijken. Ik probeer ondertussen gewoon alle reacties te lezen. Alleen soms zie ik er iets voorbij komen. Dan reageer ik helaas niet. Maar ik probeer zoveel mogelijk te reageren. Alleen soms lukt het me niet. Dus als ik niet reageer. Of moet ik nog een keer plaatsen. Of ik denk, nou weet je, laat het maar zitten. Maar ik probeer zoveel mogelijk te antwoorden. Maar niet altijd lukt alles. Wat hebben ze hier dan? Waarom dit hier ook weer helemaal uit op tikken? Ben ik zojuist echt helemaal omgereden? Ik zag hem daar zo zitten. Dus denk de rijbak van hier, denk ik. Wacht, laat me even kijken wat voor hebben ze hier. Je bent lief. Hoi Bobbelie, hoe gaat het met jou? Goed hoor, hoe gaat het met jou? Kijk hoe die balken er... Ik ga niks zeggen, maar ik vind het parcours best wel er vet uitzien eigenlijk. Even. Oh joh, dit is oprecht echt een super cool springparcours. Dat ze hier geen wedstrijd maken. Misschien hebben ze die wel, alleen moet ik die gewoon even klaarmaken. Oh, dat staat oké. Okay. Dat is dan weer wel een beetje jammer. Ik vind het springparcours heel vet. Maar dat is natuurlijk wat ik vind en... Met mij gaat het goed. Ik vind jouw filmpjes super leuk. Ah, oh, zo lief. Oké, maar nu moet ik waarschijnlijk even die punten op gaan halen. Want, dat denk ik. Ja, dat dacht ik al. Zit je in Magnolia Island? Ja, inderdaad. Daar zit ik. Kijk, dat paard heb ik ook nog. Alleen ik doe er niks mee. Ik heb hem gewoon in mijn stal staan. En hij is ook nog steeds level 1. Was je lievelingspaard in SSO? Ik denk deze en de IJslander die ik gisteren heb gekocht. Sowieso was ik echt wel heel erg fan van IJslanders hoor. Dat sowieso. Ik ga 3 dagen naar Frankrijk. Super cool. Ik wist het. Voor een dorp te komen. Heel veel bedankt. Ja. Jouw hulp heeft. Waar moet ik heen? Kijk, nu heb ik overal van die uitroeptekens staan. Dus nu kan ik overal gewoon een lekker race gaan rijden. Dus dat is top. Ik ga nu lekker race rijden. Waar wil je precies? Ik woon in Zoetermeer. Je hebt nu al bijna 40.000 volgers. Inderdaad. Ik had heel erg gehoopt dat voor 2023 hadden gehaald. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar weet je, maakt het ook uit. Nu gaan we gewoon op in de nieuwe tijd gewoon voor de 40.000. Dus we gaan het hopen. We hoeven nog maar best wel weinig volgers. Nou, best wel veel eigenlijk. Maar alsnog, we gaan natuurlijk gewoon hopen. Zo. Kijk nou, hoe leuk. Ja, maar kijk, deze wedstrijd die hebben ze al die jaren ook al gehad. Maar ik vind het eigenlijk niet zo heel erg, joh. Hoe gaat het op school? Goed hoor. Hoe is het met je beugel? Dat gaat echt super goed. Mijn tanden staan echt wel allemaal super recht bij elkaar. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Nog 200. Ja, inderdaad. Maar ik hoef nog maar 200 volgers, inderdaad. De beug gaat goed. Ik heb natuurlijk nu ook de elastieken die ik in de nacht in moet doen. De eerste nacht dat ik dat inhoud, leek het echt alsof gewoon al mijn tanden eruit vielen. Maar ja, weet je,
Nu heb ik er helemaal geen last meer van. En soms vergeet ik ze zelfs omdat ik er geen last van heb. Hoe oud ben je precies, Poebelie? Ik ben 12 jaar. Oh nee, niet deze dingen, hè. Ik heb hier echt een angst voor. Als dat tegen je paard dan komt. En dan? Laap. Je bent lief. Hoeveel dagen moet je nog voor je beugel? Ik heb een beugel al. Ik heb echt... Waar moet ik heen? Oh, daar. Yo, ik was kwijt waar ik heen moest. Je bent echt mooi en zonder beugel denk ik nog mooier. Oh, dat vind ik echt super lief. Oh, nou, dit vind ik wat minder lief. Misschien moet ik ook gewoon niet in die chat kijken als ik aan het rijden ben. Maar weet je, jullie praten allemaal zulke leuke dingen, dus kan ik niks aan doen. Gelukkig nieuwjaar. Jullie ook nog trouwens allemaal gelukkig nieuwjaar. Hopelijk hebben jullie het leuk gehad. Op weg naar een fijn nieuwjaar. Hoe lang moet je je beugel nog? Nou, iets van 2 jaar of zo? Misschien nog 1 jaar? Ik heb echt geen idee. Zo. Hoepa. Hier, het bochtje om. Ik vind dit altijd het leukste als er zo van allemaal van die puzzelstukjes aan elkaar zitten. Welke server? Magnolia Island. Komen er nog vuurwerkvlogs? Nee, helaas niet meer. Doet een beugel pijn? Nee, niet per se. Het is wel in het begin dat je denkt van, mijn tanden zitten los en zo, dat soort. Maar daar ben je aan. Ik heb er nu ook echt totaal geen last meer van. Waar ben ik jarig eigenlijk? Ik ben 8 juli jarig. Juli. Even kijken. Ja, thanks. Kijk, ik ga het niet redden om nu denk ik nieuw level te worden, maar dat doet er niet toe. Er is ook een nieuwe race in Veeldale. Oh, dat wist ik niet. Ik zal even... Oh, stop even. Ik heb ook nog nieuwe... Waar is mijn muis? Door de sneeuw weet ik oprecht soms niet meer waar mijn muis zit. Komt er nog wel een oud en nieuw? Ja, oud en nieuw komt er sowieso aan. Toen heb ik ook vuurwerk afgestoken, dus die komt er nog aan. Vind je het leuk op de middelbare school? Zeker weten dat ik het superleuk vind. Hey, zegt iemand in Star Stable. Hallo. Als het goed is, kijk, hier zit ook nog een race. Even kijken. Hoppa. Hey, ja, ha, loser. Loser, zei dat nou? Zei dat nou echt? Pardon? Oh, springen. Dat vind ik leuk. Waarom komen er geen reacties meer? Het zal wel aan mij liggen. Oh, nee, daar komt er. Welk niveau doe je op school? Ik doe MAVO, HAVO. Waar moet ik heen? Waarom zie ik dat nooit? Ik ga zo meteen de dingen... beantwoorden. Ik ga eerst focussen op de race, omdat deze wat moeilijker is, vind ik. En met sneeuw en zo ben ik nooit heel goed in. Ik vind het wel leuk om die poppetjes aan te rijden, eigenlijk. Maar ja, best een keer vergeten. Die slee... Ah! Slee is ook echt heel irritant. In het begin was ik nog bang dat hij me aanreed, maar als je gewoon doorrijdt of zo, dan rijdt hij je niet aan. Kijk, dat bedoel ik, dan rijdt hij je niet aan. Ik ga zo meteen al jullie comments lezen. Niet nu. Ah, ik zit in de race en dan word ik afgeleid en dan ga ik af. En heb ik geen zin in. Yo, ik vind die slee wel een beetje vervelend eigenlijk. Maar, oh, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik ga zo jullie comments... Wow, hele groep achter me aan, joh. Ik ga zo jullie comments lezen. Jullie zijn allemaal veel sneller als mij. Maar dat maakt niet uit. Misschien lijkt het ook gewoon zo. Oh no, stel ik me echt een balk eraf? Oké, okay. Is het met oud en nieuw alleen categorie 1 of hoger? We hebben toen hoger afgeschoten. Even kijken hoor. Welk level ben je? Ik ben met mijn poppetje ben ik level 15 en met mijn paard ben ik level 14, bijna level 15. Er ligt een gratis Star Wars code onder de boom. Oh, die heb ik niet eens gelezen, joh. Oeps. Hoe lang rij je al paard? Ik rij al bijna 5 jaar paard. Misschien al 5 jaar, weet ik eigenlijk niet. Love, Lian. Ik weet, ik ben lief. Maar je hoeft niet 80.000 keer in de chat te gooien. Heb je veel huiswerk op de middelbare? Wel iets meer. Hij ligt onder de boom. Weet iemand welke code het is? Want ik ben hem vergeten. En ik heb hem niet ingevoerd. Want ik was heel snel. En ik had geen zin om te kijken. Welke server? Server Magnolia Island. Waarom zou ik hem nu nog een keer doen? Nou, daar heb ik nu echt geen zin in hoor. Hij neemt je op. Ja, ik ben live. Wacht, ik kan het wel even zeggen. Ik ben live.
Zo. Wacht. Dit moet ik opschrijven. Pak een pen. Code is... Wat een code zeg. Kan ik dat hier opschrijven? Vast wel. Hier zo kan ik het opschrijven. Laat me dit even opschrijven. R met echt een stift die bijna leeg is. Maakt niet uit. Arwet. Ja, ik kan geen Engels. Maar dat doet er niet toe. Ik zoek hem nu gewoon even heel snel op. Yeti 22. Oké. Okay. Vind je middelbare school leuk? Ja. Welke server Magnolia Island? Was je lievelingsmanager? Ja. Voorweg en Leidsveen vind ik allebei leuk. Is voor 30... Oh, 300. Ik dacht al. 300 Starquist. Nou. Wat doe je allemaal in de vakantie? Eigenlijk niet heel veel. Hoeveel paarden heb je in SSO? Te veel. Kom je wel eens in SSO? Of in SSO hoor. Maar nou, Den Haag. Nou, niet zo heel veel meer. Ik rij eigenlijk meer langs. Maar ik kom er niet per se meer om echt iets te doen of zo. Nee. Maar hé, hey, maakt niet uit. Wat zit hier dan? Heb je hier nog zo'n mannetje die een race kan voor jou doen? En dan alleen kwijt. Ik ben hem kwijt. Nee toch, ik ben hem toch niet kwijt. Of loop ik nog... Oh, hier staat hij. Kan je entry? Zo. Oh, dit is die wintermunten. Wat kan je ermee krijgen dan? Wow, het is heel druk hier. Jeetje. Wat is er? Wat heeft de... Kan je er een trainlijf van maken? Nee. Wat kan je er allemaal mee verdienen? Nou, hiervoor ga ik altijd. Maar wat moet je daarvoor hebben dan? Ik heb die. Dit is nog oud. Maar ik heb die volgens mij nog wel thuis. Wacht. Ik heb die volgens mij nog wel in mijn kooi zitten. Bij de winkel kan je je wintermunten. Oh, oké. Okay. Alleen train, dat wil ik wel een keer doen. Maar ik ga er niet nu... Kijk, ik heb nog 27 van die dingen, joh. Ik bewaar altijd die dingen omdat ze iedere keer hetzelfde hebben. Kijk nou, nu kan ik hier wat... Dit kan geen kwaad. Ja, sorry, dat kan geen kwaad, toch? Ik kan nog één keer voor deze gaan. En dan kan ik nog een keer voor die gaan. En nog een keer voor die. Oké, okay, nou, dat heeft best wel een... Wil je het een echt paard? Zeker weten. Maar ik heb ook wel aardig van die wintermunten. En die kan je hier weer inleveren, toch? Gaan we wel leuke spullen meekopen die in het dorp verkrijgbaar zijn. Oh! Nog één dingetje. Dat dingetje heb ik niet gelezen. Hup. Oh, kijk. Hier kan je dus ook allemaal... Oh, dit dekje. Dit is wel een leuk dekje. Maar kan ik die ook even zien nu? Want ik wil hem eigenlijk wel even zien. Maakt niet uit. Nou, ik kan hem niet zien. Dit vind ik nou weer niet leuk. Dit zadel heb ik. Ja, ik wil het zeggen. Dat zadel heb ik al. Ja, dat hele setje heb ik dus al. Ups, ups. Maar kijk, eigenlijk, ik ben altijd een beetje... is een race in veel deel. Mag je echt een... Kijk, mijn ouders willen het prima wel doen. Alleen het kost gewoon heel veel tijd. En die tijd heb ik gewoon niet. Zo simpel is het. Dus daarom dat ik het niet heb. En ook niet per se wil hoor. Eerlijk, ik vind het setje eigenlijk wel een beetje leuk. Nou, maakt niet uit. Dan doen we het gewoon voor een ander paardenras. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb vast wel een van deze rassen. En anders ook niet te weinig. Wil je vriend worden? Heb ik jou nog niet dan? Joh, ik heb soms ook zoveel... Waarom doet hij het niet? Waarom doet hij het lekker niet? Kijk, we zijn er nu bijna. Dus ik kan nu nog heel even hierheen. Kan ik geen uitroepteken zetten, maar dat is niet erg. Ik zal even goedkeuren. En dan zet ik hem eventjes hier neer. In Winterdorp. Ja, klopt. Daar ga ik nu heen. Mijn beeld is trouwens echt waar ik de chat op heb staan. Is echt zo groen. Dat is echt bizar. Ik dacht eerst dat het gewoon aan mij lag. Dat mijn camera misschien zo slecht was of zo. Want ik lijk echt een stuk rooier dan ik volgens mij ben. Volgens mij. Opgemaakt. Oh, dat ja, spijt. Dat snap ik. Kijk, hier zit nog een race. Dan gaan we die ook even doen. Misschien dat ik het dan red. En dan doe ik deze gewoon twee keer. Want ik moet ze nog allemaal nog een keer eigenlijk doen. En dat ik dan misschien level 15 ben, dat zou chill zijn. Want dan kan ik daarna mijn andere pony pakken. En dan ga ik daarna gewoon lekker met mijn andere pony rijden.
Dus die ik gisteren heb gekocht. Alleen ik wil deze gewoon echt super graag level 15 hebben. Dus als deze het zover is. Je kan je paard inwisselen voor een hert of een beer. Oh, cool. Ik ga dat dan wel later weer doen. Maar ik wil eerst even deze level 15. Hihi. Dat is echt mijn steek voor... Waarom rem jij af? Wat is dit nou weer? En even voor de duidelijkheid, de video loopt een klein beetje achter met de chats die jullie plaatsen. Dus als ik wat later reageer, dan klopt het dat ik... Want bij mij, ik reageer gewoon zodra ik ze zie. Alleen de live loopt een paar minuten achter, omdat het er niet gelijk bij jullie kan zijn. Dus daarom dat ik soms iets later reageer. Maar ik probeer echt zo snel mogelijk te reageren. Die pinguïns zijn irritant. Maakt niet uit. We houden vol, toch? Ja. Pinguïn, waag het. Goed zo. Nee, dan gaan we daar weer stilstaan. Zo, welke leeftijd vind je het leukst en waarom? Nou, eigenlijk vind ik alle leeftijden wel leuk. Want ja, je maakt op iedere leeftijd wel iets anders mee. Dus eigenlijk vind ik alles wel prima. Ik denk alleen hoe ouder het wordt, hoe irritanter het wordt. Dat denk ik wel. Maar daar heb ik nu nog geen last van. Nu word ik eerst alleen maar blij als ik gewoon een jaar ouder word. Maar ik denk dat je zo meteen alleen maar verbaald als je een jaar ouder wordt. Maar daar heb ik nog geen last van. Pinguïn, ga weg. Goed zo. Hi. Hoe lang speel je als Star Stable? Ja, best wel lang eigenlijk. Maar ik kan het je echt niet vertellen hoe lang nou precies. Maar dat weet ik dus echt niet. Maar ik weet dat ik het echt al wel een tijdje speel. Maar hoe lang? Heb je een vriendje? Nee. Hoppla. Hoe lang ben je? Eigenlijk geen idee, joh. Waarschijnlijk iets van... Ja, ik weet het eigenlijk niet eens, joh. Speel jij zo? Oh, ja. Mocht wel op willen rijden. Nou, eigenlijk op gewoon alle puntjes wil ik wel rijden, maar... Ik weet het eigenlijk niet echt, joh. Alles vind ik wel leuk. Dat is je lievelingspony. Ja, overal heb ik eigenlijk wel lievelingspony. Ik rijd natuurlijk op twee meisjes. Kijk, ik ben hem nu bijna. Dus ik ga deze gewoon nog een keer spelen. Omdat deze eigenlijk best wel gewoon simpel ging. Dus ik ga deze gewoon nog een keer doen. Was je favoras? Mijn favoras is een Fries. Ik hou echt van die paarden. Ik vind dat zulke mooie beesten. Kijk, dit heeft ook een beetje de bouw van de Fries. En dat vind ik echt... En ik weet niet helemaal. Ik weet het, maar... Heb je al gekeken naar Wednesday? Nee. Ik heb hem op school een paar keer gekeken. En ik hoop dat ik hem met vriendinnen. Want ik heb... Zaterdag heb ik slaapfeestje. Met vriendinnen van mij. Met Polieve en Lynn. Die zijn natuurlijk al eerder mee geweest toen met stappen. Ik weet niet of je die video hebt gekeken. Maar daarmee heb ik dan slaapfeestje. Dus ik hoop dat ik hem dan ga kijken. Maar ik heb hem nog niet gekeken. Want ik heb geen Netflix. En al die andere dingen heb ik ook niet. Het is een Fries, maar het is een magische vacht. Klopt, ja, maar het is niet... Nou, echt die stomme pinguïns. Fijn de beesten. Het is niet... Ik zou hem zo meteen even omwisselen van ras. En dan zie je dat hij toch niet helemaal... Kan je zo naar Moorland gaan? Ik kom zo meteen naar Moorland. Want dan ga ik omwisselen van mijn pony als deze level 15 is. Dus dan kom ik naar Moorland. Maar dan bruin. Ja, inderdaad, hij is bruin. Maar het is wel inderdaad een Fries. En dat ik hem zo mooi vind. En ik weet eigenlijk niet of deze ook nog een speciale... Pas heeft hij gebruikt nooit bij deze. Op mijn manege hebben we een Fries. Bij Leidse Veen hebben... Stomme pinguïns. Bij mijn Leidse Veen hebben ze ook Friezen. Alleen daar heb je geen Friezen bij bereid. Dat zijn allemaal gewoon eigen paard Friezen of zo. Ik weet niet hoe dat uitlegt. Ja, dat. Nou, wat is dit? Pinguïn. Wacht. Nou, dit vind ik niet leuk. Hoi, ik ben een nieuwe volger. Welkom op mijn kanaal. Dat komt trouwens echt heel computerig. Welkom op mijn kanaal. Nee. Ik ga ook op deze laatste vinden. Ik heb vanavond les. Leuk. Oké. Ik heb snoep. Lekker. Ik heb geen snoep hier. Op mijn kamer heb ik geen snoep. Maakt ook niet uit, joh. Wil je nog een keer een springwedstrijd rijden? Ja,
wel graag. Ja, ik hou echt ontzettend van springen. Ik vind het zo leuk. Ik heb nu 2 keer. Ja, nee. Ik heb 4 keer gesprongen. Niet zo heel veel. En ook echt niet zo heel hoog. Maar ik vind het gewoon geweldig. Snap ik niet. Maar ik vind het echt geweldig. De vrieshop S is ook in de pirouette. Ja, dat ik, volgens mij kan niet voor mij dat ook. Ik weet het eigenlijk niet meer. Joh. Ik ga het zo laten zien. Als ik deze wedstrijd dan wel haal. Pingwing waag het. Stomme pingwings. Let niet op mijn gefocuste face. Of ik niet geraakt word door een achterlijke pingwing. Welk server zit je? Ik zit op server Magnolia Island. Oké, ik moet hier even opletten, want net ging ik hier ook al omdat ik te weinig tijd had. Dus ik ga nu proberen niet te springen, zodat ik wat meer oplet. Oh, dit ga ik nooit redden, toch? 7, 6, 5. Pingwing waag het. 3. Oh, nee. Nou. Wat was de eerste reactie van je vriendinnen toen ze je beugel? Sorry veel over beugels, want ik krijg er vrijdag 1. Nou, mijn vriendinnen, ja, vonden het eigenlijk gewoon... Ik weet het eigenlijk niet, ze hebben er nooit echt op geantwoord. Maar ze vonden het... Mijn vriendinnen hebben er eigenlijk niet echt op gereageerd. Ze zeiden wel gewoon, oh leuk, leuk, ja, dat soort dingen. Maar je moet vooral niet bang zijn voordat je je beugel krijgt, want... Ja, mensen zeggen altijd van, je moet geen beugel willen en zo, dat wil je niet. Maar ik heb hem nu al bijna, denk ik, een jaar tot een halfjaartje of zo. En ik heb er echt totaal geen last van. En ik vind het ook niet eens zo lelijk, eerlijk gezegd. Dus ik heb er niet zo heel veel last van. Ik ga deze wedstrijd niet nog een keer doen, want ik ga telkens af. En daar heb ik geen... Oh, dit was geen... Dat was niet te werk naar beneden. Duidelijk. Ga je nog een pony kopen? Nee, dit keer niet. Je hebt een gevaarlijk geval gemaakt. Wees maar zo voorzichtig. Nou, sorry hoor, het spijt me. Wij hebben een pony open en die 1,30 springen en springt even veilig als mijn lievelingspony. Oké, ik ga even een andere wedstrijd doen, want dit gaat niet lukken. Wil je mijn naam opnoemen? Ik doe aan het einde doe ik een naamrondje en dan noem ik iedereen's naam op. Zoals je het nu gaat blijven vragen, blijf ik mee zeggen. Zo simpel is het. Ik moet alleen even naar een wedstrijd toe en ik weet eigenlijk niet echt hoe, want ik moet hier eigenlijk even omkeren. Oh, kan dit tussen die bomen heen? Ja, toch. Wat is je grootste blunder? Ik heb eigenlijk echt geen idee. Dat ik van een boomstaf afviel of zo. Weet ik veel. Welk paard is de drukst? Op een manege? Weet echt niet. Ja, ze zijn allemaal wel druk. En vooral in de winter zijn... Bij Leidseveen zijn ze dan echt best wel druk. Dus ja. Maar dan stopt de lijf? Geen idee. Want ik ben net pas begonnen. Dus ik heb nog echt... Oh, ik moet hierheen. Toch? Is dit geen race? Oh, ben ik echt totaal net helemaal heen gereed? Hè? Huh? Waar gaan we over dieren? Oh joh, wat gebeurt daar? Wat bestel je bij de McDonald's? Ja, eigenlijk, ik bestel nooit wat bij de McDonald's. Is dat heel erg? Ik ben er al zo lang niet meer. Hè? Eh? Maar gaan deze punten waar ik nu dus op rij nog steeds gewoon naar je paard? Of niet? Wat wil ik eigenlijk wel... Oh, deze t-shirt is trouwens ook heel leuk. Ga ik niet kopen. Hoe heet dat spel? Het spel heet Star Stable Online. Wil je van je beugel af? Natuurlijk wil ik er het liefst gewoon van af. Maar niet per se dat ik denk van... Nou, vervelende beugel. Ik wil me nu uit mijn mond trekken. Nee, heb ik echt totaal geen last van. Joh. Ik heb er helemaal geen last van. En dan heb je ook... Kijk, hier zie je even mijn andere paard trouwens. Hoe er dus uitziet. Voor degene die dat afvragen. Dit is hem dus. En inderdaad, hij kan die pirouette. Jij vond toch eerst slotjes mooi? Ik heb ook slotjes en ik vind dat echt prachtig. En ik ben er ook helemaal gewoon blij mee dat ik ze heb. Maar ik ga... Waarom heb ik nu weer van die dingetjes staan? Wat is dit nou weer? Oh, ik moet iets halen. 11 te stoten. Oh, moet ik eerst weer die beesten halen. Misschien kom ik ondertussen nog een missie tegen, weet ik niet. Welke server speel je? Ik speel op server Magnolia Island. Zo. Ik moet tegen die elfjes aanspringen. Nou, dat kan ik. Dat moet ik kunnen. Joh, je gaat heel die bocht door, joh. Dat is wel vervelend. Zo.
En rechtuit. Ja. En die nog. Oké, die heb ik gehad. Waar is... Wat? Even kijken. Joh, waarom wil je opeens dat ik allemaal dingen opneem, joh? Ga ik niet doen. Welke server ben er net als bij? Ik speel op server Magnolia Island. Even kijken. Heb je nog steeds konijnen? Nee, die heb ik echt al... Een super lange tijd heb ik mijn konijnen al niet meer. Want, ja. Ik verzorg ze gewoon niet meer. En dan vond ik zielig voor die beesten. Dat heb ik niet gedaan. Top, thanks. Oh, we zijn er nu echt bijna. Hebben die gewoon even een missie? Dat gaat sneller. Oh nee, die hebben we niet. Nou. Ik ben er echt bijna. Heb je huisdieren? Ja, ik heb zeker weten huisdieren. Kijk, Stranger Things. Nee, dat kijk ik echt niet. Maar ik denk dat ik toch heel even buiten Winterdorp ga. Want ik kan mijn XP hier niet meer verdienen. En dat vind ik een beetje zonde. Dus als je nog één huisdier bij mocht, welk ras was dit? Nou, dit is sowieso een hond. Want ik wil echt super graag een hond. Maar ja. Mijn ouders en ik zijn eigenlijk bijna nooit thuis. En als er dan zo'n hond, die moet altijd uitgelaten worden. En dat gaat dus niet. En dat is gewoon niet handig. Dus, maar daar, ik wil echt nog heel graag een hond. Maar ja, tijd tekort, hè? Ja. Op werk, hoe noemt je huisdieren? Mijn huisdieren, ik heb 5 katten en daarna heb ik nog vissen. En heb ik verder nog iets? Nee, ik heb vissen. En katten. Ik heb 5 katten, waaronder Marley, Abigail, Asha, Loetje en Rosie. Ja. Oké, ik ben natuurlijk niet hier. Maar hier hebben we toch vast ook wel een wedstrijd, alsjeblieft. Krijg je hier eigenlijk ook XP mee? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, dit is wat anders. Aha. Mijn kat komt net op mijn bed liggen. Gezellig. Ik heb eigenlijk geen idee waar die van mij zijn, joh. Die van mij zijn boven. En dan... Ik denk boven eigenlijk. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik ga trouwens even voor de mensen naar Moorland. Hoe oud zijn je 5 katten? Mijn katten zijn... Noetje is 13, dat is de oudste bij ons. Abigail is 1. En voor de rest zijn ze volgens mij ook allemaal 1. Ja. Vijf katten, zoveel. Ik heb er maar 1. Ja, oeps. Oké, ik ga hier even snel die wedstrijd doen. Ik heb 16 paarden, jeetje. Hoe doe je dat dan? Je moet er toch iedere dag op één rijden of zo? Dat is toch niet te doen? Ik doe even deze, want daar... Ik hoef toch maar heel weinig. Ik 8 katten, maar niet binnen. Je katten zijn echt cool. Ja, mijn katten zitten alle 5 gewoon binnen. Lekker op elkaar. Nee, natuurlijk niet. We hebben best wel een groot huis, dus ze lopen echt overal gewoon door huis, door het huis toe. Oké, even snel deze wedstrijd. Want dan hoop ik level 15 te zijn met mijn paard. Dan ben ik er klaar mee. Zo. Oké, ik hoop echt dat ik hem nu heb. Ik heb 3 katten, 2 vissen en een pony, lol. Nou, dat is wel ook wel best wel een hoop, hoor. Ja, wij hebben best wel veel vissen. Wij hebben die kooikarps en hebben nog echt superveel goudvissen. Geen idee hoeveel. Please, zeg dat ik level 15 ben. Nou... Zo'n klein stukje. Waarom? Waarom? Nou, dit vind ik niet leuk. Doe ik even snel een beginner. Die is een beetje makkelijk. Ik heb 5 konijnen. Dat is ook leuk. Ben je Morley? Ja. Heb je een broer of zus? Nee. Ook geen zusje of één broer. Ik ben enigste kind. Kan je iemand in je stal laten? Nee, ik ga nu niemand in mijn stal laten. Dat is niet leuk voor de rest. Want dan zit ik allemaal binnen. En dan hebben jullie allemaal... Heb ik 1 iemand die geluk heeft... Dus dat ga ik niet doen. Nou, ik zweer het je. Als het nu niet gaat lukken, hè. Dan word ik echt gek. Oh, wacht. Ik zie daar heel veel huisdieren. Ik heb 8 koeien, 12 biggen en nog 4 kippen en 6 konijnen. Want we hebben een boerderij. Ik wil het zeggen. Dan moet je een boerderij hebben. Hoe dan? Maar ik zie niet de Moorland. Dan zit je waarschijnlijk op een andere server als mij. Ik zit op server Magnolia Island. Nu moet het gaan lukken, toch? Woo! Ik ben level 15. Joho! Het is me gelukt. Yeah!
Oké, nou, heel erg fijn. Dan nu ga ik weer omwisselen. Dus ik ga even snel mijn stal in. En dan kom ik zo weer terug. Maar ik ben echt zo blij dat ik eindelijk level 15 ben. Ik heb nu 3 paarden level 15. Yeah. Nou, jullie hebben wel allemaal heel veel huisdieren hoor. Even kijken. Ik moet dit zadelstukje natuurlijk weer afdoen. Dus ik doe even dit. Oh, dat past natuurlijk weer niet. Wat een gezeik. Ik doe dit gewoon even snel zo erin. Kan dit zadel wel? Nee. Heb ik hier nog andere soorten hoefijzers? Oh, dat kan ook niet. Ja, ik heb echt allemaal dingen gekocht toen. En dat past allemaal niet op dit paard. Dat is heel vervelend. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Het gaat me wel lukken, toch? Mag ik hopen. Wat moet ik dan nu? Wat heb ik nu nog voor? Oh, ik heb zadel. Ik heb nog een oud zadel erop liggen. Maar ik weet niet. Ik kan die nu niet overplaatsen. Zo. En ik heb 28 ezels. Hoe doe je dat? 28? En ik heb een giraf. Ik wil het zeggen. 28 ezels. Hoe? Hoe? Oké. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Heb ik zelf... Nee, ik wil het zeggen. Gewoon kopen. Ja, dat snap ik. Maar dat moet je ook weer allemaal verzorgen. Dat is toch vreselijk, lijkt me dat? Of niet? Het zal weer aan mij liggen of zo, hoor. Heb ik mijn paard... Waar is mijn paard heen? Oh, hier. Ja, ik moet... Kijk, dit is ook nog een paard dat ik heb. Maar... Ik... Doe hier niks mee. En hij is level... Welk level 7 is die? Maar ik doe er helemaal niks mee. En dit paard heb ik volgens mij ook nog niet level 15. Level 12, hier bedoel ik. Maar het is gewoon mijn starterspaard. En die, daar rijd ik echt heel weinig op. Nou, die heb ik dan nu net level 15. Is goed, dus waar staat dat paard dan nou weer? Waarom ben ik nou weer... Oh, hier. Bruh. Hi, Misty Snow. Hallo, hallo, Pop. Oh, kijk, hier past dat zadel wel op. Maar nee, ik ga natuurlijk gewoon lekker mijn oude zadel doen. Dan, ja, mijn andere zadel ligt natuurlijk nu nog erop. Ik had deze. En dan had ik... Niet deze, deze. En dan had ik dit diertje. En dan moet ik nog even mijn andere zadel hebben. Want dit zadel, daar ga ik niet meer rijden. Dat vind ik een beetje lelijk. Welke server? Server Magnolia Island. Waarom doet hij het niet? Doe het. Hij doet het niet. Doet hij niet vervelend? Wie heb ik dan nu nog? Red Dragon top. Dan hou ik even dat... Je hebt niet genoeg ruimte in je zak. Waarom niet? Oh, nu kan ik het opeens wel dat zadel erop. Dus het is waarschijnlijk een ander zadel. Maar het staat niet lelijk op dat paard trouwens. Mijn opa is mega ziek. Oh, echt super veel sterkte. Dat is echt heel vervelend. Kijk nou. Cute. Kijk, niet dat ik dit nu gelijk een hoger... Even kijken hoor. Been gebroken omdat ik van de laatste van de trap geviel. En ik heb mijn been gebroken. Jeetje, dat is wel heftig. We gaan er weer uit. Jullie kunnen mij weer zien. En is het in Spanje? Oh. Even kijken. Heb je TikTok? Ja, ik heb TikTok. Sowieso heb ik TikTok. Nee. In deze live. In deze live niet, maar ik wil nog wel even... Kijk, nou, kijk, weet je... Ik ben nu live en daar ga ik gebruik van maken. Dus ik wil nu eigenlijk... eigenlijk even terug naar het Winterdorp. En ik wil eigenlijk heel graag dat diertje komen. Want die vind ik eigenlijk wel eens echt super mooi. Dus of ik er nou even... Ik weet nog niet welke. Ik heb 100 vogels. Nou, soms twijfel ik wel of dat echt is hoor. 28... ezels. Hoe doe je dat, joh? Oké, maar dan ga ik hier zo er even naar boven. Want daar kon je die beesten halen. Zo. Oh my god. Hoi, Bobbili. Hoi. Oh, waar ga ik heen? Ik ga naar de andere kant toe. Oeps. Maar kijk. Ik wil dus of dit beestje kopen. Kijk nou, cute. Niemand kan zeggen dat het beestje niet cute is. Of een vosje, dat is misschien ook leuk. Hoe ziet een vosje eruit?
Kan hij ook lopen, alsjeblieft? Ik wil hem zien lopen. Waarom zie ik hem niet lopen? Doe eens even niet zo vervelend. Misschien die unicorn. Nee, ik ga nu niet nog een paard kopen hoor. Ik blijf bezig met paarden kopen. Of zo'n... Nee, want pingies heb ik nu in mijn kleine trauma aan. Spijt me, die gaan we niet doen hoor. Kijk hoe klein. Nee. Zou ik of deze vogel... Ik zeg, vind ik deze wat mooier. Heb je die doen? Dat vosje kan je gratis krijgen. Oh, waar dan? Waar kan ik dat vosje gratis krijgen? Je kan een gratis vosje krijgen. Waar kun je dat gratis vosje krijgen? Dan wil ik dat gratis vosje wel hebben. Ik denk dat ik voor dit ga. Missie in Moreland. Bij een taak. Ja. Ik heet gewoon Boelie Marijs. En dan moet je wel een foto van mij. En sorry, ja, want anders heeft het geen zin. Want er zijn ook heel veel haatkaakhouders van mij. In Moreland, ja. Maar daar heb ik geen zin in. Zou ik deze doen? Laat dus zeg even ja als ik deze moet gaan kopen. Saria, en hoe heet deze? Andere naam of zo. Waakzame L. Nee, in het Winterdorp. Ik wil deze eigenlijk. Oké, okay, ik zie heel veel ja. Nou. Oké, okay, ik heb het gedaan. Was het misschien een klein beetje geldverspilling? Ja, maar maakt dat wat uit? Ja, maar het maakt niet uit. Kijk nou. Kijk nou hoe mooi. Dat hoort bij paard. Welk konijn? Welk konijn? Hoort dit konijn bij het paard? Echt? Nou, we hadden het even eerder gezegd. Oh ja, er is inderdaad hierbij. Ja, maar nu ga ik twijfelen. Nee, ja, maar nu wil ik eigenlijk deze ook. Nee, maar dat nou ga ik niet. Ja, maar, oh nee. Wat vind je van mijn dekje? Cool, meid. Mooi. Zo. Ik zit op het Erasmus College. Zit je op... Snak op kappel? Nee. Ik zit op... Dus het gaat toch over server of niet? Even kijken. Ik zit volgens mij op... Nee, ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. Hoe ziet die unicorn eruit dan? Eigenlijk vind ik die echt totaal niet mooi. Maar ik wil gewoon even kijken. Nee, maar kijk die baard. Eeuw. Oh, nog zo'n lelijke gang. Nee. Hoi, oh my god. Yeah. Wat hebben ze hier nog staan? Huh, hebben ze dit beest nu ook weer, joh? Wat is dit eigenlijk? Een heidreun. Speciale gang. Deze heeft deze eigenlijk speciale gang? Nee, hè? Nee. Zo, ik weet nou niet of ik dat hertje heb. Volgens mij niet. Oké, okay, maar ik ga hier even weg en ik ga die vogel laten vliegen, want die vind ik vet. Maar nu zit ik oprecht echt heel erg te twijfelen met het konijntje. Maar misschien dat ik die later nog ga doen. Ja, dan gaan we maar even ronddwarrelen hier. Kijk hoe mooi die loopt. Ik ben er echt... Ik hou daarvan. Kijk dan. Oh my god. Slee. Mijn hond loopt onder me door. Gezellig. Maar ik heb hier nu geen missie meer, toch? Oh, we gaan even weg. Daar gaan we niet doen, hoor. Zit je op school? Freek, voel... Nee. Ik zit op het Erasmus College in Zoetermeer. Ik weet niet zo goed meer wat ik moet doen. Hebben jullie nog een leuk idee? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Maar ik ga je wel even naar boven. Daar heb ik wel zin in. Kijk, die voetjes, die zijn ook helemaal ondergesneeuwd. Zo cute. Poep is leuk. Trainen, ja, dat kan ik wel doen. Alleen deze nog level 1. Dan ja, moet ik weer zo lang wachten. Oh, ja, ik kan deze nog wel even doen. Ga naar het Invildeel. Ja, misschien dat ik daar zo meteen wel even naartoe ga. Doe de taak voor dat huisdier. Ja, welke taak is dat dan voor dat huisdier? Want dan wil ik die wel even gaan doen met jullie. Welke taak is dat? Misschien ben ik ook nog helemaal niet zo ver dat ik hem heb gedaan hoor. Want ik doe pas mijn hoofdmissie. Want dan kom je verder in gebieden. Dus ik doe bijna nooit bijmissies. Maar. Ja, maar welke? Welke? Welke is het?
Bij Morland. Ja, hoe heet die dan? Als je dat niet weet, is het niet erg. Want dan ga ik gewoon zo meteen even kijken in mijn taak of ik hem misschien zie. Ik krijg hier weer de irritante bergen. Even kijken. Naast de smederij. Dan weet ik niet of ik hem al heb. Ga je morgen weer live? Ik heb echt geen idee. En anders zie je het zo snel mogelijk. Als ik live ga. Nee, ik... Dus kreeg ik ook wel die vraag. Maar nee, sorry, die skip ik. Spijt me, ik wil geen verkeering. Nee, die skip ik. Maar ik weet niet, weer ben ik de weg kwijt. Kak, ik ben weer de weg kwijt. Nee. Oh, ik kan het weer vergeten. Welke server zit ik? Ik zit op Magnolia Island. Kijk, ik moet hierheen en dan sla ik daar het ijs op. Dat moet je doen. Smederij vlakbij. Ik ga dan even kijken of ik... Nou, ben ik weer de weg kwijt? Nee, toch? Dat kan niet, toch? Nee. Zullen we samen SSO doen? Ik ben online, dus je kan komen. Wil je in de springles bij Leidseveen? Ik sta dan in de wachtrij, maar het is echt ontzettend druk. Maar ik sta in de wachtrij om daar te springen. Maar het is super druk, dus het duurt echt lang. Maar ik sta in de wachtrij. Welk paard zou je nog graag willen kopen? Ja, goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. Waarom rij je op twee manages? Nou ja, ik reed eerst op voorweg en ik merkte gewoon dat ik daar begrepen niet verder groeide. En toen zijn we op weg gegaan naar een nieuwe manage te zoeken. En toen ben ik manage Leidseveen teruggekomen. En daardoor ben ik nu zo ver gekomen. Dus ja, is misschien wel een voordeel geweest. Want daardoor rijd ik nu ook gewoon wel goed bij voorweg. En natuurlijk rijd ik me niet als beste, dat sowieso. Kijken. Wie zou je nog rijden willen bij Leidseveen? Eigenlijk gewoon op andere ponies, joh. Ik vind iedereen wel leuk, joh. Bij Leidseveen. Je baart level hoger. Fijn, zeg. Ik had niet zo goed gehoord. Welke server mag wel die eindelijk? Ik heb jeuk. Als je springles neemt, blijf je dan dressuur doen? Ja, zeker blijf ik gewoon nog gewoon het dressuur doen, wat ik nu ook doe. Tot hoe lang duurt deze live? Geen idee. Oké, ik ga weer terug naar Jorvik. Heb je nog konijnen? Nee, die heb ik echt al super lang niet meer. Hoe verander ik de server? Moet je naar de website gaan? Dan moet je inloggen en dan kan je volgens mij aanpassen. Maar dat weet ik eigenlijk niet echt zeker. Jawel. Mijn internet zegt doei. Neem konijnen. Nee. Die heb ik nu gehad. En dat vind ik wel prima voor nu, joh. Maar kijk, ik ga dus nu even kijken of ik die missie... Oh ja, ik vond het wel goed. Taken. Lopend beschikbaar. Hier. En dan moet ik natuurlijk... Kijk hoeveel missies ik eigenlijk nog moet doen. Maar dan, ja. Heb je een eigen paard? Nee. Heb je een eigen paard? Nee. Maar kijk, ik weet niet zo goed welke. Dus welke moet ik doen? Red de ene voor Pinta. Nee, dat zou me ook wel niet zijn. Want ik wil wel heel erg graag... Moorland. Vreemde waarneming. Weet je, we pakken hem gewoon in Moorland. Voor mij nou. Kijk, we pakken gewoon deze wedstrijd hier in Moorland. En dat vind ik prima. Vind ik hartstikke gezellig. Blijf ook lekker in Moorland. Want daar kan in principe... Ja, iedereen kan daarheen. Dus dan blijf ik lekker gewoon hier. Ik weet ook niet waar ik nu helemaal heen ga. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja, ik moet hierheen. Ja, hier. Kijk, hier kan ik wel waarschijnlijk... Zo, die moest ik ook nog even halen. Kijk. Lijst naar verhalen. Nou, geen zin om dat helemaal te luisteren. Oh, serieus? Zitten we echt helemaal bij een tent? Ik moet naar de smid. Ja, maar ik ben nu even hier. ik heb niet gelezen. Ik heb maar gewoon even wat gekregen.
Voor je eigen paard. Ja, maar dat kost te veel tijd. Daar heb ik geen tijd voor. Heb je veel last gehad van verlies van Kaya? Ja, ik mis er nog steeds wel heel erg. Dat soort maatje. En ja, ik mis er nog steeds wel gewoon heel erg. Het was mijn maatje. Dus ja. Nee, geen zin met andere trainers. Schiet erop, man. Oké, okay, nou, ik heb het geluisterd en ik heb maar gewoon wat aangeklikt. Goed dan. Hoe heet je? Ik heet Boobly. Ik ben, maar zeg maar, ik heet gewoon Boobly. Dit is een goede busy top. Polvos in Moorland. Nou, nu moet ik nog een foto gaan maken. Bijten ze? Ja, misschien als je dichtbij komt. Nou, we moeten gewoon even... Dit is toch bij voor Pinta? Of niet? Even kijken. Yo, ik sta hier echt in een dikke laag sneeuw. Dat is echt bizar. Ik weet ook echt maar geen idee waar ik vandaan kom. Oké, okay, we moeten naar Fort Pinta. Dat ben ik wel achter. Dus daar ga ik gewoon even naartoe rennen. Als jullie meegaan, ik ga naar Fort Pinta. Dus here we go. Ik pak maar even een snelle galop. En wat meer in. Hoe oud ben ik? Ik ben 12 en ik word in 8 juli word ik 13. Even kijken. Ik ga zo naar Fort Pinta voor iedereen. Iedereen die dat wil weten, ik ga naar Fort Pinta. Wat staat hier nou weer dan? Huh, dat was hier gisteren nog niet hoor. Dat was hier gisteren nog niet. Daar ga ik zo meteen even kijken wat dat was. Hoe vaak speel je ongeveer SSO in de maand? Nou, dat... Zo jezus, mijn neus zit dicht. Maar, dat ligt er een beetje aan. Ik heb het de afgelopen maanden heb ik het echt super lang niet meer gespeeld. Maar, ja, het ligt eraan. Soms heb ik echt zo'n vibe dat ik echt zo wil. Ja, kom op, we gaan SSO spelen. Maar soms heb ik echt van... Nope, ik ga het niet spelen nu. Dus het ligt er echt heel erg aan waar ik op dat moment ook zin in heb hoor. Hoe heet dat spel? Dat spel heet Star Stable Online. Ik moet naar Moorland Strand. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Echt niet. Ik moet niet naar Moorland Strand. Toch? Ofwel? Nee, want ik zag net voor Pinta. No, dat klopt niet. Niet naar voor Pinta. Wat is dit dan? Huh, maar ik zag het voor Pinta. Ben ik hier echt naartoe gegaan? Voor niks? Denk het wel. Oké, dan ga ik weer terug. Heb je ook Spotify, Boobly? Nou, ik ga weer terug. Ik dacht dat ik voor Pinta moest. Heb je ook Spotify, Boobly? Ja, dat heb ik zeker. Even kijken. Ja, ik ga alweer terug naar Moorland. Oké, nu ga ik wel naar Moorland Strand dan. Hoe hoog ben je? Ja, weet ik eigenlijk. Ik heb me echt zo lang meteen nog niet meer. Ik weet het eigenlijk. Ik heb echt geen flauw idee, joh. Speel je Roblox? Echt heel erg gezond. Dus eigenlijk bijna niet meer, eens, joh. Kan ik een keer live gaan met Toka Boca? Ja, ik kan best wel een keertje doen. Dat heb ik nooit gedaan. Mijn neus zit dicht opeens. Wat is dit? Gevaarlijke geval gemaakt. Joh, ik spoor alleen een hekje verkeerd op, man. Zo gevaarlijk is het nou ook weer niet. Oké, okay, ben ik dan nu wel goed? Als dit geen... Nee! Dank u. Ik ben natuurlijk echt helemaal aan het einde. Welke schoenmaat heb je? Ik heb 38, toch? Ja, ik heb 38. Maat 38. Soms ga ik opeens echt twijfelen aan mijn schoenmaat. Misschien ben ik ook gewoon niet goed, hoor. Nou, als ik nu niet goed zit, dan weet ik het ook niet meer. En hoe kom ik daar? Oh, daar. Wil je Toka Boca spelen? Nee, niet nu. Nu zit ik... Zoals je wilt spelen. Oké, okay, gaat fout. Gaat fout, maakt niet uit. Kijk, iedereen kan het wel. Dan kom ik weer aan. Mij lukt het weer niet. Oh, maar die Shetlanders. Ik heb ook nog ergens een Shetlander. Oh, dit zijn allemaal trouwens allemaal geen Shetlanders. Maar ik heb ook nog ergens een Shetlander. Ik heb eigenlijk geen idee of ik juist langzaam moet schrijven, omdat ik gewoon snel... Oprecht, deze is best wel mooi.
Even kijken. Nou, ik heb nog nu een foto gemaakt. Mag ik nu weer terug? Oh, ik moet er meerdere maken. Tuurlijk, man. Ja, tuurlijk. Geen probleem, hoor. Nee. Kan je vinden op Spotify? Nee, maar ik heb ook... Nee. Ik ben echt mooi, Molly. Dankjewel. Gaan we hier ook weer een foto van maken? In welke plaats woon je? Ik woon in Zoetermeer. Wachten. En dan gaan we hier naartoe, want ik zie er daar nog eentje zitten. Wat is je favoriete erf? Maar ik weet echt, ja, cola en watermeloen. Ik weet eigenlijk geen idee. Ik heb eigenlijk geen idee waar die voor mij is eigenlijk. Denk beneden. Eigenlijk geen idee. Oh, ik moet er nog twee. Oh. Wat is dit voor saaie beetje eigenlijk? Waar ben ik nu? Ja, ik loop nu op het water bij Zuiderstrand van Moorland. Daar ben ik nu. Maar ik moet even dat andere vosje vinden. Ah, dat vind ik echt super lief. Dankjewel, de zussen die dat zeggen. Welke meisje vind ik leuk, Leidse Vee? Ja, en vorm vind ik ook leuk, want dan heb je weer andere ponies op. Maar eigenlijk vind ik, ja, ik weet eigenlijk niet, allebei. Maar als ik zo snel zou moeten kiezen, qua de aardigheid van de paarden, zou ik toch echt Leidse Veen kiezen. Maar dat komt gewoon, ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Oh, dat vind ik wel heel schattig eigenlijk. Oké, dan gaan we nu weer terug. Oké, nu moet ik weer terug en dan moet ik weer dat stukje vinden waar ik net ook overheen liep. Maar ik weet niet zo goed waar dat stukje zit. Dus ik kan jullie vast wel volgen. Oh, jullie volgen mij. Nou, daar heb ik ook niet veel aan. Je bent mooi en hebt een heel lieve naam. Dankjewel. Je moet straks vechten met een monster in SSO, pardon. Pardon? Dat had ik niet afgesproken. Hoe kom ik terug? Zo, stem. Oh, daar. Ik heb het gevonden. Haha. Ik wil je echt graag ontmoeten met droom. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ik ga doei doei. Niet eens in het water vallen hier. Goed zo. Nou, wat is dit nou weer? Ik sprong niet eens in het water. Hier zei ik een body. Kom op, een beetje doorlopen. Hoppla. Ik ga denk ik hierheen. Doei mensen. Nee. Zo. Ik vind het echt leuk dat ze nu zo'n sneeuwpad ook hebben. Ik vind dat echt kapot leuk. Hebben ze andere jaren hebben dat echt niet gehad. Hoe kom je aan zoveel starcoins? Iedere zaterdag krijg ik starcoins omdat ik starwijder ben. En ik heb een keer 10.000 starcoins gekocht. Dus daarvoor heb ik ook nog. Oh, wacht. Mijn muis ben ik weer eens kwijt. Daar. Dus camera. Maar je wilt toch je dieren... Je wilt geen dieren terug. De foto's afdrukken. Nou, schiet alsjeblieft wel een beetje op. Want ik heb ook weer niet de hele dag tijd. Nou, waar gaat die foto? Oh, dat moet ik zelf doen. Nou. Surfer Magnolia Island. Oh, kaboom. Ja, je kan of gewoon netjes rijden, of je rijdt vol tegen een boom aan. Ik kies een boom. Goed idee, hè? Vind ik ook. Ook moet hierheen. Hi, ik kom foto's afdrukken. Wist je dat? Oh, foto's afdrukken, dat kom ik doen. Oh, waar gaat zij die foto's afdrukken? In de zak of zo? Dat ze even zo die foto's erin doet en zo weer eruit haalt? Waar komen die uit? Oh, opeens komen ze daaruit. Yo, dit, ik ga niet met dit monster vechten hoor. Dat gaan we niet doen. Een yeti, ja, tuurlijk. Ik ga niet met een yeti vechten, hoor. Nee. Foei. Dat ben ik niet van plan. Hihihi. Dat gaan we niet doen, hoor. Nee, foei. Waar moet ik heen? Ik denk dat ik gewoon even naar die pijl moet rennen. Ik ga echt niet met een yeti vechten, hoor. Zoek het uit. Boom. Dit mens staat ook...
Laat nog eens zien. Waar moet ik nou weer heen? Yo, als dat beest nu opeens zo meteen voor mijn neus staat, dan gaan we... Nee. No. Huh, wat is dit nou weer? Oh, dit is zijn verhaalplek natuurlijk. Doe, loop door, pony. Je gaat me niet vertellen dat ik nu toch echt naar die Yeti moet, hoor. Yo, moet ik alleen? Ben jij gek? Moet ik echt alleen? Waarom stap ik af? Weet ik eigenlijk ook niet. Oh, ik moet afstappen. Paleisse Veen is het, denk ik, Dalton en Ferron. Eigenlijk weet ik het al zeker. Ik heb het echt trouwens heel koud. Oh, moet ik nou maar gaan doen? Takken en bouwmateriaal. Wat moeten wij bouwen? Ik heb die gelezen. Het spijt me. Oops. Nee, ik ga niet meedoen tenminste. Want ik ga lekker deze missie afhandelen. Want dan krijg ik zo meteen nog dat vosje. Nou. Je krijgt toch dat vosje van? Dat wil ik wel even graag hebben eigenlijk. Dat hoef ik hem ook niet te kopen ook. Oh no. Ik moet ergens hout gaan verzamelen. En dan gaat het natuurlijk weer helemaal fout. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik heen moet. Waarschijnlijk loop ik nu mijn neus. Mijn neusje dicht. Wat is dit? Waarschijnlijk loop ik nu echt helemaal om. Oh wacht, ik kan ook hier omhoog. Ligt het hier? Nee, het ligt niet hier. Dan spring ik hier naar beneden. Dat kan vast wel. Zo, hoppa. Toch? Kan vast wel. En waar moet ik dan hout? Oh, dat ligt natuurlijk weer onder de sneeuw. Ja, dat zie je. Ja, nee, dat is handig. Goed idee. Zo. Wat is je lievelingszanger of zangeres? Davina Michel. Ja, zo simpel is het. Ik vind haar gewoon echt super mooi kunnen zingen. En eigenlijk, ik heb niet per se echt een vaste zinger, maar ik vind haar wel het mooiste zinger. Maar ja, ik luister telkens naar een ander iemand of zo. Ik weet ook niet per se hoeveel takken ik nou precies moet verzamelen, maar dat zie ik later wel, joh. Ik kom er wel achter. Want er zijn er echt super veel en heb je er maar een paar nodig. Maar voorlopig kan ik geen enkele tak meer vinden. Zeg maar dat hier nog even ergens takken zijn. Want voorlopig kan ik er geen meer vinden. Ga je weer naar Moorland? Ik ben nog in Moorland nu. Alleen ik loop gewoon zo erg in het sneeuw dat je me misschien een beetje klein ziet. Want ik heb een beetje klein pony. Oeps. Bouw de val voor de Yeti met te verzamelen. En waar moet ik dat bouwen dan? We gaan helemaal een val maken voor een Yeti. Serieus? Huh? Echt waar? Oké, okay, duidelijk. Een verstandig verhaal. Huh. Oké, okay, maakt niet uit. En waar moet ik dan precies die val maken? Als dat ook nog even wordt uitgelegd, dan zou dat heel fijn zijn. Want nu heb ik echt werkelijk maar geen idee waar. Oh, wacht. Misschien moet ik dat... Ik weet niet waar. Ik krijg gewoon nog even naar dat stukje waar ik nog iets heb staan. En misschien moet ik hem dan hier gewoon bouwen of zo. Ja, kijk. Hier moet ik hem bouwen. Nou, dat kunnen we. Come up, dat kan ik. Dat ken ik. De val aan het bouwen. Dat doe je even zo tik, 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 tik. En dan de... Oh, jammer. Ik moet zo weer bouwen. Ai. Wat is je lievelingspony met deze voorweg? Dan duist Amigo en Radica. Nou, is het nu klaar dan? Oké, top. Nou, doe maar even open. Dat is vervelend. Zo. Oh, nu moeten we... Nu hoeven we alleen maar nog te wachten. Oh, dus ik kan nog steeds niet op punten halen. Natuurlijk, joh. Oké, dat maakt niet uit, weet je. Dan ga ik nu... Wat ga ik nu doen? Dat is een goede vraag, want ik weet het eigenlijk niet echt. Hier naar beneden vallen? Nee. Hebben jullie nog een leuk... Doei! Hebben jullie nog een leuk idee wat ik moet gaan doen? Want ik weet het niet. Ik ga hier gewoon even stoppen. Dan kan ik ondertussen gewoon even jullie vragen lezen. Want hebben jullie nog een leuk idee? Want ik weet het eigenlijk niet zo goed. Toet. Ik ga even deze wegdoen, want ik ga niet in een groep. Nee. Kampioenschap, waar was die? Misschien kan ik wel meedoen. Oh, dat is de verkeerde. Oeps. Wat is dit dan?
Oh, dan gaat ze. Nee, maar dat vind ik niet leuk. Veelde. Nee, maar ik heb geen zin meer om naar Veelde te gaan, joh. Yeah. Verstoppertje. Nee, verstoppertje, dan moet ik weer helemaal. Dan ga je in de sneeuw verstoppen, dan zie ik jullie niet. Wie is Sophia? Ik. Ik ben Sophia. Hi. Een race. Wat fijn dat je live bent. Ja, hè. Een race. Moet ik een race gaan doen? Ja, dan moeten jullie allemaal afrennen. Dat is ook niet leuk. Maar oké. Waarom volgt iedereen jou? Ja, een goede vraag weet ik eigenlijk ook niet. Missie van de baron is, je kan dan een nieuwe renbaan ontgrendelen. Nou, dan gaan we dat doen. Waar zit Katinka, I think. Waar zit de baron? Moet ik dan gewoon naar de baron? Want dan ga ik naar de baron nu. Ga je morgen weer live? Geen idee. Ik heb geen idee of ik morgen weer live ga. Waar zit dan de baron? Even kijken hoor. Goeie vraag, Eline. Weet ik eigenlijk ook niet. Welke maand vind je het leukst? Ja. Jullie, waarom ben ik jarig? Moet je aan hun vragen. Hè? Wil je mijn vriend zijn? Wie zegt dat? Dat wil ik wel hoor. Kan ik het ook hier doen? Nou, dat is niet zo. Zo. Landhuis van Zilverkleed. Hoi. Oké, ik ga naar Landhuis Zilverkleed. Ik ga het even zeggen, want anders... Landhuis Zilverkleed. Zo. Oh my god, Sophia. Landhuis Zilverkleed. Ja, het spijt me zo niet, maar ik moet er toch even naartoe, want ik wil heel graag dat doen. Dus... Ik wil je ontmoeten. Nou. Gaat vast nog ooit wel een keer gebeuren. Ooit. Sorry. Sorry. Hoe schrijf je haar naam? Zo. Oké. Ik moet naar... Nu ben ik hier en ik moet naar de bronnen, hè? Toch? Of niet? Oké. Vast wel, want er staat daar een uitroepteken. We gaan gewoon lekker dit doen. Hi, bronnen. Fit bij de wijngaarden. Dat kan ik. Nou. Hi. Hallo. Herbruikbaar voorwerp. Daar ben ik voor van. Aantekeningen. Bezorg ze bij hem. Nou. Moet ik al die afgeleide dingen gaan. Welke server zit je? Ik zit op server Magnolia Island. Hoppa, kijk hoe mooi dan. Ik vind dat zo mooi. Nou, de reden waarom ik een IJslander heb genomen. Oké. Okay. We moeten hier ergens zoeken naar die blaadjes van hem. Ik heb geen idee. Zo. Oh, ik heb hier zo'n blaadje gevonden. Oh, die zwijt ook echt op de... Waar is mijn muis? Waarom doet hij dit niet? Vrachtwagen chauffeur, waarom doet hij dit? Waar is dat blaadje nou weer heen? Waarom is dat blaadje nou weer weg? Is dit nou weer? Oh, hij is nou weer hier. Kom terug, blaadje. Waarom doe jij dit niet? Moet ik er afstappen? Stap ik er af. Zo, dan ga ik het zo proberen. Waar is dat blaadje nou weer heen? Waarom gaat dat blaadje telkens weg? Wat is dit nou weer? Oh, mijn voorraadkamer zit vol. Nou, wil iemand wat hebben uit mijn voorraadkamer? Oh, maar ik doe ook helemaal niks met die planten. Doei. Ja, ik krijg ze toch maar weer terug. Ik verzamel ze wel weer. Ik doe helemaal niks. En ik is zonder om weg te gooien, want je kan het bewaren. Maar ik doe er helemaal niks mee, want ik weet niet eens waar ik het in moet leveren. Ja, ik, ergens daar zo voor die, al die dingen voor die L, maar ik weet nooit waar. Doei doei. Je hebt trouwens echt wel een mooi paard trouwens. Dat moet ik even zeggen. Kom hier, stom blaadje. Dank je. Was echt leuk. Ja, dat vind ik ook. Waarom zie ik geen reacties meer van jullie? Oh ja, nu zie ik wel weer een hooi. Ach, ik wil dat ze echt wat krijgen, hè?
Moet je toetsen in de vakantie? Nou, ik heb niet echt per se na de vakantie een toets. Maar ik oefen wel gewoon. Dank je wel, papier. Lekker bij mij blijven is een goed idee. Waarom ben ik net zo ver weggerend? Ze zitten gewoon hier. Waarom gaat hij nu weer... Welke server surf Magnolia Island? Hoera, ja. Oh, wat moet ik nou weer doen? Dit was niet van plan. Wanneer kom je terug naar Moorland? Geen idee. Nee, maar hier heb ik geen zin in hoor. Doeg. Wat vind je het stomste vak? Biologie en Engels. Echt. Ik hou zo niet van die vakken. Waarom heb ik hier nog een uitroepteken? Er zit helemaal niks meer. Of is dat in de biblio? Waar zit je op school? Ik zit op Malaysia. Of Malaysia, waar ben ik nou? Ik zit op Erasmus College. Moorland. Zo. Ik ga weer terug naar Moorland. Misschien, want daar heb ik de meeste mensen. Mag ik in live? Nou, ik zeg kom maar. Kom online bij Star Stable. Als je dat niet hebt, dan weet ik niet echt goed hoe. Kijk, daar hebben iedereen weer. Hi, Zoe. Nou. Yes. Oké. Okay. Nou, nu moeten jullie weer een ander iets leuks gaan bedenken. Want wat ik nu meer moet gaan doen. Wat moet ik gaan doen voor de mensen die niet meekijken? In mijn lijf. Dan heb ik het zo even gezegd. Een race. Ja, welke race dan? Moet ik gewoon een Moorland gaan doen? Is goed. Ik ga wel gewoon diegene in Moorland doen. Hoe was je oud en nieuw? Ben benieuwd naar de video. Mijn oud en nieuw was echt super leuk. En het was lekker gezellig. Dus daar ben ik blij mee. En ja. Nou, gaan we eventjes een wedstrijdje rijden. Want dat willen jullie zo graag. Dat doen we maar dan even. De video komt... We lopen altijd een paar weken achter met de video's. Iets van 1 tot 2 weken. Dus ja, maar hij komt zo snel mogelijk aan. Nog de beste wensen, jij ook. Misschien kan ik wel even bij Steve die wedstrijd doen. Want daar heb je echt veel wedstrijden. Heb je nog een tip voor YouTube kanaal? Volhouden, niet opgeven. Dat is eigenlijk de beste tip die ik kan geven. Nog gelukkig nieuwjaar. Jullie ook allemaal thuis die erbij zitten te kijken. Yay! Lekker erbij live lopen te kijken. Want ja. Ik moet gaan eten. Sorry. Is het al zo laat? Oh, het is pas 5 uur. Hoe laat? Het was echt doodstil trouwens. Ik dacht ik lees naar die chat. Maar hoe laat eten jullie? Wij eten 5:30, 6 uur. Maar 5 uur is toch een beetje vroeg? Of ligt het nou aan mij? Nou, iedereen heeft zijn eigen eettempo of zo. Ja, dat. Daar kan ik ook niks aan doen. Zo. Ik heb geen idee wanneer een nieuwe stoppart video online komt te staan. Even uit. 6:30. Oh, 6:30. Ook weer best wel aan de... Nou, wij zijn altijd 6:30 klaar. Vaak. Zo. Ik ga wel over ongeveer 10 minuten stoppen. En dat is wel weer goed geweest met de live. Heb je ook slijg? Nou, ik heb thuis niet slijg, maar ik heb natuurlijk op de opslag... Op de opslag? Waar mij nou? Ik heb natuurlijk bij de treinen hebben we een hele manege staan. En we hebben allemaal koeien van slijg staan. Dus ik heb... bij de treinen heb ik echt superveel slijg staan. Maar thuis heb ik eigenlijk echt misschien net 2 paarden of zo. Maar echt niet zo heel erg veel. Misschien 3 of zo. Maar ik heb wel heel veel spirit thuis staan. Als Playmobil weet ik echt niet meer. Volgens mij wel. Sorry, ik moet gaan. Doei doei.
8, 3, ligt er wat eten is. 5 en 8, dat is ook toch laat? Of ligt het aan bij mij? Ja, het ligt natuurlijk aan wanneer je, hoe laat jij gewoon wat jouw vaste tijd is met eten. Maar bij mij is dat altijd 9 uur. Maar yo. Oké. Iedereen heeft zijn eigen eettempo's blijkbaar. Ja, dit moet ik nog even doen dan. We komen misschien nog level 3. Hallo, welke surf voor 10 keer? Magnolia Island voor de 100ste keer. Zo. Doe je middag of avond? Avondeten. Oh, ik heb jeuk. Wat is dit? Ik heb jeuk. Ah, 9 uur, jeetje. Ik ga wel zo stoppen, dus ik doe nog één dingetje. Maar ik heb eigenlijk helemaal niks meer, dus ik moet niet bedenken, joh. Kan ik eigenlijk al bij die Bobcats? Dat vraag ik me echt af. Oh ja, ik kan erbij nou. Ik vind het trouwens echt hele lelijke kleding, maar dat is mijn smaak. Leuk paardje, dankjewel. Je hebt slecht beeld. Dat kan je even in de hoek bij de 3 punten aanpassen. Ik heb trouwens echt heel veel jeuk. Maar ja, maakt niet uit. Niet voor jullie. Ik denk helaas dat ik hem moet gaan afsluiten. Dan ga ik even voor de leuk, voor de sier. Kijk hoe mooi. Oh, waarom stap ik af? Dat was nou even net niet de bedoeling. Oeps. Zo. Was echt. Speel je nog Tokoboka? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ik ga er helaas mee stoppen. Het spijt me. Het spijt me zeer. Ik zie ook nu even niet meer Star Stable. Dus dat is even het andere dingetje. Maar wat ik altijd aan het einde van mijn live doe, is dat ik een naamwoordje doe. Wat nou precies inhoudt, is dat ik dus 1 minuut, normaal doe ik 2, alleen ik doe nu 1 minuut. 1 minuut doe ik een naamwoordje. Dat betekent dat ik al je namen opnoem die erin staan. Dan doe ik dus 1 minuut. Dus dit keer tot 8 over. En dan ga ik er helaas mee stoppen. Ja, jullie zijn al begonnen. Dus dat betekent vast kijkers. 1 keer naam zeggen is genoeg. Dat hoeft niet vaak. Want dat betekent dat andere mensen minder vaak kunnen. En dan, ja, dan zie ik allemaal zelf de naam. Dus 1 keer is genoeg. En dan ga ik nu gauw beginnen. Dus, ik zie een Vera, een Robin, een Lotte, een Sinne. Sorry trouwens als ik jullie naam verkeerd zeg. Een Emily. Dit zijn allemaal dubbele namen. Stacy. Even kijken. Lily, Lise, Annelien, Jutin, Anne, Jutin, ik weet eigenlijk niet echt hoe je het uitspreekt, spijt me. Quinty, Ninte, Charles, en stuurt op S. Oh, ik ga hem zo meteen goedkeuren, Lise, als het naamwoordje en alles voorbij is. Isabel. Even kijken. Isabel. Ik zie helemaal niet zoveel namen meer. En het is al 8 over. Ik zie helemaal niet zoveel namen. Ik heb wel 28 kijkers. Maar ik zie er eigenlijk heel weinig nu. Charles. Ik doe er nog eentje. En dan ga ik er helaas mee stoppen alweer. Even kijken. Mo is de laatste voor deze live. Nou, ik ga hem weer. Ik zie nu ook niet meer de chat. Ik heb nu gewoon weer lekker Star Stable open. Dus in ieder geval. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Ik heb er heel erg van genoten. We hebben weer een nieuw vogeltje gekocht. Ik weet niet waar hij is. Hij hangt daar zo. En voor de rest heb ik mijn paard level 15 kunnen krijgen. Yes! Daar ben ik echt heel blij mee. Maar in ieder geval zou ik zeggen, tot de volgende live of video. En dan zou ik zeggen, doei doei!